Hallo allemaal, welkom in deze nieuwe aflevering Thuis van Dromen en Wonen. Vandaag bevinden we ons in Midden-Limburg, waar we een afspraak hebben met Niek Schmieds, makelaar aan Drie Makelaardij. En Niek gaat ons alles vertellen over wonen in Midden-Limburg. Thuis van Dromen naar Wonen. Alles over de Limburgse woningmarkt en wat er komt kijken bij het kopen of het verkopen van een woning. Kijk ook op vandromennaarwonen.nl. Ik ben woonachtig in Roermond en heb daar ook kantoor. We zitten hier in Mariahoop, dat is op een steenworp afstand van Roermond, in het hart van Midden-Limburg. Prachtige, diverse omgeving. Enerzijds omdat de stad Roermond heel veel te bieden heeft. Ligt heel centraal aan snelwegen, goed ontsloten ten opzichte van de Duitse steden, Düsseldorf, Keulen. Ja. Maar ook Maastricht, Eindhoven, Venlo zijn heel goed bereikbaar. Op 10 minuten rijden zit je hier midden in het groen. Prachtige omgeving. Weidse uitzichten, lekker landelijk wonen. Het is ook een trend die je ook veel meer ziet. Mensen die willen onthaasten en graag in het groen willen wonen. Een verborgen geheim, zou ik maar even zeggen. Ja. Ze noemen het ook wel de verrassing van het zuiden. Dat is het zeker. We gaan een kijkje nemen in het huis van Frank en Rian dat te koop staat. De verrassing die zij hier hebben is een korting van maar liefst 30.000 euro. Welkom, ons huisje. Ja, dat is het dak. Plezierig deel van het huis. Ja, dus ja. Te zien met mooie sfeervolle elementen, een mooie kachel hier. Ja. Hoe oud is het huis oorspronkelijk, Frank? Ik weet dat de andere kant is van 1896. Ja. En deze kant weet ik niet zeker. Rian die kwam hier elke dag langs gereden. Die had een interimklus in Brunsum. We zagen een boerderij met heel veel mogelijkheden. Er moest heel veel aan gedaan worden. Ja. Hebben we ook met liefde en plezier gedaan. Ook de tuin die heel veel privacy geeft en heel veel rust. Ja. Dus gewoon een perfecte plek om te wonen en te werken. Ja, want jullie hebben hier een eigen bedrijf naast dat jullie hier wonen. Coaching en trainingsbedrijf. Ja. Maar ik ben nog heel benieuwd naar het woonhuis. Nou, kom verder. Heerlijke plek om met familie en vrienden lekker te eten. Op Bourgondiërs zijn jullie ook kwijt al. En dat kan weer goed, ja. Nou, de voordeur gebruiken. Mooi. Iedereen komt hier onder de poort naar binnen. Klopt, dat is wel gastvrij. Ja. Jan is helemaal gek op houtstokken. Die kapt ook zelf, die klooft ook zelf. Dus ik heb voor haar ook een boek gekocht. De boek heet, niet helemaal toepasselijk, De man in het hout. De man in het hout. Alles in staat over kloven, over stapelen, over omgekeerd stoken. Dus ze heeft het boek ook in één adem uitgelezen. Zij zeggen Rian en het hout. Ja. Nee, prachtige grote bedrijfsruimte. Daar ben ik ook heel erg trots op. Wat ik mij zo kan indenken, ik zie daar een heel mooi binnenterras. Ik zie hier een terras. Ja, wat ik net al zei, we hebben een horecavergunning. We hebben ook toestemming van de brandweer om hier 100 mensen binnen te hebben. Okay. We hebben toestemming om daar terras te hebben en daar terras te hebben. Ja. Mogelijkheden genoeg. Op naar de tweede bezichtiging. Dit is Lou Huinen en al 25 jaar NVM-makelaar. Daarmee mag hij zijn bedrijf als oudste makelaarskantoor van Roermond noemen. Yvonne, zijn we hier in Montfort. Ja. Leuk dorp. Ja, je weet toch het dorp van Jos en Max Verstappen, ik weet het helemaal. Montfort staat op de kaart. Ja, hartstikke. Dat is een binnenkomer. Waarom heb je eigenlijk voor Kromvoort Makelaars gekozen? Ik heb 8 jaar geleden dit pand gekocht al. Lou was er ook mijn contactpersoon. Een heel degelijk bedrijf. Komt heel goed de afspraken na. Hij kende het pand ook helemaal van binnen en van buiten. Waardoor het een heel vertrouwd gevoel gaf. Gewoon een goed gevoel. Geen snelle jongens, laat ik het maar even zo noemen. Want daar hou ik niet van. Daarom heb ik voor Kromvoort Makelaardij uit Roermond gekozen. Dit is allemaal van Philip Stark. Eigenlijk echt van deze tijd, heel modern. De hele lounge hebben we veranderd. We hebben daar dimlichting in gezet, televisieaansluiting, internetaansluiting. Je ziet hier de hele vloer. Die hebben wij dus nu ook helemaal vernieuwd. Dat is net een maandje oud. Nou, het zwembad bewarmd, 30 graden, dus spring er maar in. Al die schoonheid. Maar waarom wil je het huis dan verkopen? De grootste reden is eigenlijk, ik ben nu 52 jaar en ik ben toe ook aan een nieuwe fase eigenlijk in mijn leven. Ik heb hier met liefde gewoond, de kinderen zijn hier groot geworden. Je ziet dat ieder detail hier met liefde is neergezet. Maar ik neem afscheid, ik wil graag afscheid nemen, ik wil gewoon graag gaan reizen. Een nieuwe levensfase, het is goed zo, de kinderen zijn groot, zijn 18 en 22. Nou, stel voor, het zou niet zo snel verkocht worden. Nou, dan is het volgend jaar of jaar daarna. En dan zijn de kinderen op hun plek en dan mag ik ook gaan. Dan heb ik als moeder, ben ik klaar. Goed geregeld allemaal. Ja. We zijn nog niet klaar, want we krijgen nog advies bij de SNS. Goed bezig, Martijn. Hallo, Renate. Hey, John.
als je op huizenjacht gaat, wil je natuurlijk wel weten wat het nou precies kost om bij de SNS een hypotheek af te sluiten. Bij SNS is het eigenlijk heel simpel. Het eerste gesprek, het oriëntatiegesprek, is altijd gratis. En je zit in principe nog nergens aan vast. Mooi! Eerst een gratis kennismakingsgesprek dus. Klopt. Ga je daarna verder met ons, dan betaal je een bedrag voor persoonlijke advies. Dan bespreken we de hypotheek en op welke maandlasten je moet rekenen. Maar ook wat er gebeurt als je baan verliest, als je gaat scheiden, met pensioen gaat of overlijdt. De kosten voor hypotheekadvies zijn €1195. Oké, dat zijn de kosten voor het hypotheekadvies. Zijn er nog andere kosten? Ja, want behalve voor het advies betaal je ook voor het afsluiten van de hypotheek. Daarnaast controleer je een keer het koopcontract om te kijken of er bijvoorbeeld geen rare dingen in staan. Daar rekenen wij ook een bedrag voor. En dat komt in totaal neer op €1900. Dat is best overzichtelijk zo. Dat hopen wij in ieder geval wel, want duidelijk zijn over wat het kost, dat vinden we helemaal.